De afgelopen tijd ben ik steeds meer in flow gaan leven en ik merk dat dat goed doet voor mijn zelfvertrouwen. Soms denk ik gewoon echt, whatever, ik doe het gewoon, wat heb ik te verliezen? Of onthoud ik de quote van, je hebt meer spijt van de dingen die je niet hebt gedaan dan van de dingen die je wel hebt gedaan. En nou was het geval, ik had wat problemen met mijn laptop, dus ik ben teruggegaan naar de winkel en daar werd ik geholpen door een best wel leuke man. Ja, ter plekke kon ik natuurlijk niets doen. En ik vertelde dat zo aan een vriendin en zij zei, oh, maar ik heb connecties bij die winkel. Ik zal even navragen hoe en wat. En toen kreeg ik twee namen door. Eén naam, die kwam dan wel overeen, maar het uiterlijk van de man, die sloot daar niet op aan. En bij de tweede klopte de naam niet, maar die had wel meer gelijkenissen met degene die ik had ontmoet. En ik twijfelde wel heel erg van, heb ik dan de naam verkeerd verstaan? Of ja, ik dacht, ik stuur gewoon een bericht en dat heb ik via Facebook gedaan. En dat was echt heel grappig. Want die jongen vond het maar een vaag verhaal. En achteraf begrijp ik hem wel, want hij was het dus niet. En daar kwamen we achter toen we aan het chatten waren. Maar hij geloofde ook niet dat ik echt was. Hij dacht dat ik een fake profiel was. En om er zeker van te zijn dat het geen grap was of iets, probeerde hij me te bellen via Facebook en via FaceTime ook nog, vroeg hij. En later zei hij van, nou ja, heb je dan WhatsApp? Dus ik heb mijn nummer gegeven en toen hebben we gewoon heel onverwacht, gewoon 's avonds laat, ja, beeld gebeld eigenlijk. En hij zei, oh, je bent echt. En ik zat, ja, waarom zou het niet echt zijn? Maar dat is wel grappig, want tegenwoordig ja, verwachten mensen niet dat je zonder verkeerde of foute bijbedoelingen contact opneemt met iemand. Maar ik ben echt zo iemand die dan leeft in het moment. En ja, het levert dus alleen maar hele leuke situaties op. Maar hij zei, ja, ik ben de verkeerde. Ik werkte niet die dag, dus ik was het niet. En hij wist wel de naam van degene die ik dan wel moest hebben. En hij nam eerst contact op met hem. En daarna belde hij terug. Dus het was ook heel lief dat hij dat deed. En toen zei hij, nou ja, ik wens je succes. Je kan contact opnemen met die persoon. Ik heb het geprobeerd, maar het is helaas op niets uitgelopen. Ik kan het mezelf niet kwalijk nemen. En ik weet ook niet of ik nog wel met de persoon die het dan niet was, nog contact zou kunnen houden. Het was wel heel gezellig, heel spontaan. Dus misschien dat ik hem nog wel ooit een keertje app of zie als ik weer in de winkel ben. Of ja, misschien wellicht daarbuiten. Ik weet het niet. Want hij zei in eerste instantie wel. En daar zijn we eigenlijk niet meer op teruggekomen. Dus ik weet het niet of hij daar nog steeds voor open staat om gewoon een keer wat te gaan drinken. Dat was wel gezellig en grappig. En we deden wel erg lollig tegen elkaar. Dus dat zat verder helemaal goed. En hij vond het ook niet erg of zo dat ik het zo had gedaan. Volgens mij ja, kon hij het wel waarderen. En ik heb dus vaker van dit soort acties. Eerder heb ik ook een keer een jongen geprobeerd te zoeken die ik had ontmoet in de trein. Ook een heel leuk gesprek mee gehad. En tijdens die zoektocht heb ik ook weer andere mensen leren kennen en dingen beleefd. Dus ik heb eigenlijk wel heel veel mooie herinneringen over aan mijn, ja, uitspattingen. Wat betreft ja, vriendschappen of de liefde nastreven eigenlijk. En ik hou wel van dat soort acties. Want ik leer mezelf daardoor ook kennen. Maar ook andere mensen. En die verwachten dat niet, dat er zulke spontane dingen kunnen gebeuren. En ik denk dat, ja, dat ik mensen wil laten zien dat het wel kan. En als je er gewoon open voor staat, dat het hele mooie dingen kan opleveren. En ik hoop dat het jullie inspireert om ook gewoon lekker gek en spontaan en naar je gevoel te luisteren en gewoon te doen
wat je op dat moment voelt. En niet bang hoeft te zijn hoe dingen, ja, kunnen aflopen. Want vaak levert het vooral mooie dingen op.